zaterdagavond 7 april 1945 stegen vanuit Engeland 47 vliegtuigen op, met daarin ruim 700 parachutisten van het 3e en 4e regiment van de Franse Special Air Service. De parachutisten waren onderverdeeld in groepen van 15 man, de zogenaamde sticks. Naast de para's werden er ook zo'n 200 containers aan parachutes gedropt met hierin wapens, munitie en proviant en zo'n 150 dummy-parachutisten, poppen met explosieven die afgingen zodra deze op de grond terechtkwamen. De belangrijkste doelen van de operatie waren het verhinderen dat de vijand bruggen kon opblazen, de vliegvelden Leeuwarden, Eelde en Havel te veiligstellen, het in verwarring brengen van de vijand en voorkomen dat deze zich kon hergroeperen, het ondersteunen van het verzet en het doorgeven van inlichtingen aan het oprukkende Canadese leger. Het was de bedoeling dat de operatie op 14 april zou beginnen. Maar het Canadese leger rukte sneller op dan voorzien, dus werd de startdatum vervroegd naar 7 april. Dit hield in dat de voorbereiding van de operatie werd verkort van 2 weken naar slechts 1 week. Gevolg van dit haastwerk was dat nieuwe wapens zo vanuit de fabriek in containers terechtkwamen. Een aanzienlijk deel bleek niet te werken. De parachutisten hadden geen idee dat ze terecht zouden komen in een kaal en vlak gebied met veel sloten en kanalen waarin het moeilijk dekking vinden was. Ook was het erg mistig, hetgeen problemen met de navigatie opleverde. Daardoor sprongen de para's niet op de geplande 250 meter, maar op 600 meter hoogte uit de vliegtuigen, waardoor ze ver uit elkaar terechtkwamen. Ze konden elkaar vaak maar lastig terugvinden. Door het slechte weer werd besloten de 18 jeeps die bij Amherst ingezet zouden moeten worden, niet te droppen. De bemanning van de vliegtuigen die het eerst waren opgestegen, kreeg dit niet mee. In dit document belicht Albert Eleveld een aantal locaties in en rondom Assen. Locaties die een rol hebben gespeeld in operatie Amherst. En daarvoor beginnen we in Assen, bij het Huis van Bewaring, waar ruim 4 maanden voor de bevrijding van het gebied, op 11 december 1944, het verzet een overval pleegde. Overval, Huis van Bewaring, 1944. Er zitten nou zoveel van onze vrienden zitten hier gevangen. Dat is, dat moet niet. En wij moeten ze gaan bevrijden. Op een gegeven moment was er een groep die haakte af en een andere groep die ging, die zei van we gaan ermee door. Die groep had 2 vrachtwagens klaargemaakt. 1 vanuit Halderwijk en die andere weet ik niet precies. En die vrachtwagens die zouden hier op de morgen van die 11 december, zeg maar om 7:10 zouden die hier zijn. 1 heeft even staan wachten aan de Zuiderzingel en die andere weet ik niet zo. En er zouden een aantal mensen vanuit de Kloosterstraat, die zouden proberen de sleutels te ontfutselen van iemand die binnen portiersfunctie had. Er was bekend dat er een zwak moment zat in de bewaking en dat was bij de wisseling van de nacht- en ochtendploeg. En dan waren er heel weinig mensen. En toen was hier nog wat meer begroeiing bij die grote deur. En zijn mensen die hebben zich daar verstopt in afwachting van dat er een personeelslid van de ochtendploeg kwam. Daar zijn ze mee naar binnen gegaan en daar heeft iemand de sleutels ontfutseld en de cellen geopend van hun vrienden. Sommigen ja, die waren totaal verrast, anderen durfden niet mee omdat er ook nog familieleden gevangen zaten en die dachten van nou dat komt niet goed. Maar er zijn om en nabij 30 gevangenen zijn toen naar buiten gekomen. Op die vrachtwagens gestapt en weggereden. 1 richting Friesland. Overal, op allerlei plekken, iemand eraf. En die zocht dan weer contact met vrienden om daar onderdak te krijgen. Dat is eigenlijk wel een heel succesvolle actie geweest. Op 10 april, toen hadden de Duitsers kregen de Duitsers plannen om te vertrekken. Maar ze hadden ook opdracht om hun vijandige, de mensen die tegen de Duitsers in verzet waren gekomen, om die te fusilleren, om die dood te schieten.
En toen zijn hier 14 mensen uit de gevangenis gehaald. In twee groepen van 7. En die zijn uiteindelijk terechtgekomen bij het sportpark, of bij waar eerder zwembad De Wilg was. En die zijn daar, in twee groepen van 7, zijn die doodgeschoten. Of eigenlijk zeg ik dat niet helemaal goed. Het was de bedoeling om dat in twee groepen van 7 te doen. Ze hadden daar 2 personenauto's voor. En in de een zaten 3 en in de andere 4. Plus bewaking. En die auto's waren niet zo heel groot. Ze gingen aan de buitenkant, er stonden op spatborden en zo. Maar wel allemaal wapens in de hand. Heel veel mensen hebben ze zien rijden, ook hier in Assen. En toen die laatste groep van 7 daar aankwam. Ze wisten nog niet dat ze doodgeschoten worden. Ze waren er wel bang voor. Maar officieel wisten ze dat nog niet. Maar toen was er één man bij en die ziet daar 7 lijken al liggen. Daar op dat terrein. En toen zei hij tegen de leider van het vuurpeloton. Toen zei hij van, ja, maar wat ik heb gedaan is toch niet zo erg dat je daarvoor doodgeschoten kunt worden. Nou, wat heb je dan gedaan en hoe is je naam? Nou, toen vertelde hij zijn naam en zijn geboortedatum. En toen keek die leider, die keek op zijn lijstje. Hij zegt, maar dan heb ik de verkeerde. Van, dan moeten we je broer hebben. En die zat hier ook in de gevangenis. En toen zijn die 6, die zijn gewoon naar die plek gebracht en die zijn daar doodgeschoten. En die 7e, die is weer met de leider hier naar het huis van bewaring teruggebracht. Ze hebben de broer uit de gevangenis gehaald en die is vervolgens als laatste is die doodgeschoten. 10 april 1945. Alles gebeurde zo tussen 6 uur en 8 uur 's avonds. Het Zeijerveld, dat is er gekomen omdat er een minister was die al daarvoor in Nederlands-Indië heel veel geld had verdiend. En die heeft zeg maar voor een heel klein prijsje de woeste gronden van het Zeijerveld gekocht. En die heeft dat laten ontginnen. Dat daar nou een stuk of 15 boerderijen nog zijn gekomen. Door die ontginning ontstond er een heel nieuw gebied. En hij had 2 dochters, die minister Kremer. Dolly en Annie. En die kregen verkering. Dolly, die kreeg verkering met een roel. Die roel, dat was een familie die had contacten met de koning. En die gaf adviezen aan de koning. En minister Kremer dacht van nou, aan de ene kant is dat wel goed dat ik zo iemand in de familie krijg. Maar aan de andere kant had hij gehoord en wist hij dat die Roel, waar zijn dochter verkering mee had, dat was een rokkenjager en dat was niet zo'n betrouwbare echtgenoot. Toen had hij bedacht van ik heb die boerderijen straks op het Zeijerveld en dat moet beheerd worden. Als ik mijn dochter nu in de buurt daar laat wonen, samen met die Roel. Assen is een rustig stadje, daar gebeuren niet zoveel gekke dingen. Misschien dat die man ze dan een beetje in bedwang houdt met het rokkenjagen, om maar zo te zeggen. En dan komt dat voor hun misschien wel goed. Zo kwam hij toe om dit huis te laten bouwen. Daar kwam Dolly met die Roel te wonen. Maar waar ze niet op gerekend hadden. Ze hadden ook dienstmeisjes nodig. En ik geloof dat er ook nou een stuk of 10 waren. En dat was natuurlijk alweer geen goede zaak voor die Roel. Het huwelijk heeft niet lang stand gehouden. Dat staat hier ook niet op. Maar ik geloof dat het na 1,5-2 jaar al over was. En toen zijn ze vertrokken en het beheer van de boerderij en Zeijerveld is op een andere manier gegaan. En op het eind van de oorlog woonde hier een soort Duitse commissaris van de koning.
die moest Drenthe besturen vanuit dit pand. En in de nacht van de operatie Tienhurst, van zaterdag 7 tot zondag 8 april, van 11 uur tot 1 uur, toen kwam hier ook een stik terecht en een parachute kwam zelfs in de boom te hangen van de oprijlaan van dit huis. Een eindje verderop, waar de wijde blik is, daar stond een boerderij van de familie Slofstra. En Lammert Slofstra die was net naar bed gegaan, die sliep onder de pannen op zolder. En opeens hoorde die, hij lag net op bed, opeens hoorde die een vliegtuig laag overkomen en nog even later hoorde die geschuur op de dakpannen. En hij dacht van nou ja, wat er nu allemaal gebeurde weet ik niet, maar hij weer het bed uit en naar beneden en buiten zag hij een parachutist met een parachute. En die parachutist die had een zere voet, later bleek dat zijn enkel gebroken was. Er waren ook vrienden van die parachutist in de buurt geland en die kwamen allemaal bij de familie Slofstra in de woonkamer binnen. Eerst een stuk of 5, 6 en later nog wat meer. Ze hebben ze niet allemaal gevonden. Maar ja, op een gegeven moment was het zo dat Lammert toch wel een woordje Frans sprak. Die was opgeleid als dominee. En hij kon met die Fransen communiceren en het bleek dat zij eigenlijk niet op een goede plek geland waren. Ze moesten ergens anders heen. En hij die dacht van, daar moet ik ze maar een stukje op weg helpen. En ik denk dat hij stiekem ook heeft gedacht van, hij had verkering in 1 bij Norg. En hij dacht van, als ik nou met die parachutisten een stuk die kant op loop en ik vind daar een plek om te slapen, dan kan ik de volgende morgen, dan ben ik eerder in 1. Gewoon die zondags naar zijn vriendinnetje in 1. En zo gebeurde het, maar ja, Lammert die liep snel, maar die ene parachutist met die zere voet, met die gebroken enkel, die moest geholpen worden en dat ging niet zo snel. En die groep viel uit elkaar. Een stuk of 5, 6 gingen met hem mee en anderen bleven achter. En die parachutist met die gebroken enkel, die is uiteindelijk achtergelaten op het eind van een kanaaltje. En dat is nu waar de kruising is met de Europaweg en de Zwartwatersweg daarover. Later is die ene parachutist, die is op allerlei manieren is die in Bovensmilde dicht bij de Norgevaartse brug terechtgekomen. Die groep die voorop was, die kwam terecht in de schuur aan de Koeleweg bij Huis ter Heide. En daar liet Lammert ze achter. En toen zei hij erbij, want het werd te licht namelijk, toen zei hij erbij, ik kom vanavond jullie weer verder brengen. En, maar dan weer tegen donker zou hij weer terugkomen. Lammert ging naar, die liep achter het bos langs en toen naar de Assenstraat, waar hij Van der Spoel kende die op de Margaretahoeve woonde. Daar was hij wel eens geweest omdat zijn broer daar werkte. Hij klopte aan bij Van der Spoel en daar mocht hij wel slapen. Hij lag nog geen 10 minuten op bed daar, toen werd er aan de deur gerammeld en er stond een groep Duitsgezinde Nederlanders en Duitse militairen stond er voor de deur op zoek naar Franse parachutisten. En iedereen in Huizen van der Spoel die moest naar buiten komen, vertellen wie die was en zijn persoonsbewijs laten zien. Alleen Lammert die had in de consternatie zijn persoonsbewijs vergeten. Dat had hij nog in Assen thuis liggen. En die werd gevangen genomen. Hij zat de hele dag gevangen in Norg, in de gevangenis. En s'avonds werd hij wel weer vrijgelaten. Maar hij durfde niet meer naar de parachutisten in de schuur. Deze boerderij is nu een soort... Ja, woonfunctie voor mensen die begeleid wonen, denk ik. Daar woonde ene meneer Kraan. De hele omgeving is hier onherkenbaar veranderd sinds de oorlog. Van
Het was een kale vlakte. Er stond geen boom. Hier liep het asservaatje, zeiden ze. En ja, een vlakte met een boerderij erop. Op de zondagmorgen, dus de eerste dag dat de Franse paarden hier waren, raakten in het Norgevaartse bos de Franse militairen in gevecht met Duitse troepen. En die Franse paarden die hebben zich in groepjes opgesplitst om minder kwetsbaar te zijn en ja, ook meer overlevingskansen te hebben. Er was een groepje van vier personen, Boulon, De Dieu, Melina en Laurent, die met hun vieren samen optrokken. Alleen Laurent was bij de gevechten gewond geraakt aan een been en had hulp nodig bij het lopen. Toen de Duitse militairen vertrokken, toen gingen de Fransen op zoek naar een andere plek. Ze lagen in de hei achter het bos en ze zochten een betere plek en ze gingen richting Assen. Dat deden ze 's nachts en bij elke boerderij waar ze langskwamen, daar sloeg wel een hond aan en dat gaf in ieder geval van hier moeten we blijven. Dus uiteindelijk kwamen ze hier terecht, maar daar vonden ze een beetje van de boerderij, waar precies weet ik niet, een soort aardappelkuil, maar daar was ook een wipkar in verstopt, een boerenwagen. En er zat ruimte onder en dat gaf beschutting tegen de wind. En de boer had die wipkar verstopt omdat de Duitsers dat soort dingen vorderden. Daar moest je ze dus voor niks meegeven en dat wilde hij niet. En daar kropen ze onder. De volgende morgen speelden de kinderen van de boer, die speelden buiten en die kregen contact met de Franse para's. De Franse para's gaven ze wat chocola en wat sigaretten. Met de boer zelf kregen ze niet te spreken. Die wou eigenlijk niks ermee te maken hebben. Die was wel overdag aan het ploegen op het land hier in de buurt. Maar keek verder niet naar de para's om. Alhoewel hij van de kinderen wel wist dat ze er waren. Tegen een uur of vijf op het eind van de dag stopt de boer met ploegen. Hij gaat van het land en een kwartiertje, half uurtje later komen er opeens een grote groep Duitsers aan. En die omsingelen de para's in de aardappelkuil, ze beschieten ze. De Franse para's schieten niet terug, geven zich over. En die worden gevangen genomen door de Duitsers en die moeten lopend naar Assen. Daar komen Boulon en Dudieu komen in de gevangenis terecht, in het huis van bewaring. Daar heb ik vanmorgen al van verteld, die zijn daar op 10 april weer uitgehaald en die zijn gefusilleerd dicht bij het zwembad, de Wild. En die andere twee, die Laurent die gewond was aan zijn been, en Melinaan die ook een verwonding had opgelopen, die worden naar het ziekenhuis gebracht en die worden daar zonder verdoving behandeld. Dat schijnt ook verschrikkelijk geweest te zijn. Melina heeft daarover geschreven. Het is hem vooral bijgebleven dat er een hele aardige verpleegster was die hem heeft goed opgevangen en begeleid. En, ja, wat later bleek dus dat je toch nog beter zonder verdoving behandeld kunt worden als in de gevangenis terechtkomen. Want die hebben hem de dood moeten bekopen. Bij de brief die Doal, dat was de overlevende, stuurde aan de ouders van Bevelo die hier is omgekomen. Geachte heer Bevelo, ik heb uw brief gericht aan mijn vader ontvangen, want ik ben net met verlof thuis en wil daarom zo snel mogelijk antwoorden op uw verzoek om u te vertellen over de laatste ogenblikken van uw zoon, korporaal Bevelo,
van de 3e RCP gestorven op het veld van eer tijdens de korte, maar erg moeilijke strijd in Nederland. Bevelo maakte geen deel uit van mijn groep, maar sprong in dezelfde omgeving als ik bij Assen in de nacht van 7 op 8 april. We kwamen ver uit elkaar terecht en het lukte me helaas niet om andere jongens van mijn stik terug te vinden. Nadat ik eerst alleen was, slaagde ik erin mij in de nacht van 8 op 9 april bij zijn groep te voegen. Die bestond op dat moment uit 6 man, luitenant Vallier, commandant, korporaal Bevelo, 4 soldaten, Munch, Spina, Azem, Levec en ikzelf, sergeant Doal, die zich bij hen aansloot. Mijn kameraden bevonden zich in een afgelegen schuur midden in het vlakke, monotone veld zoals u dat in Nederland vindt. De erg grote en hoge schuur diende voor opslag van oogstmachines en was onbewoond. We kwamen de nacht zonder incidenten door en het was pas in de volgende morgen tegen 6 uur op 10 april 1945 dat wij bemerkten dat we omzingeld waren door een groep Duitse soldaten ter sterkte van 40 man. De dichte mist die er toen was, was er oorzaak van dat het zicht niet meer dan 50 meter bedroeg en als de vijand een beetje stoutmoediger was geweest, zou men de mogelijkheid gehad hebben ons te verrassen of te pakken te krijgen zonder zelf grote verliezen te lijden. Maar de vijand viel ons aan zonder veel dichterbij te komen en het gevecht begon. Het eerste deel van de strijd duurde tot 9 uur. De positie van de Duitsers was lager dan de onze en onze gunstige positie stelde ons in staat trefzeker te schieten, zodra iemand van hen zich liet zien. Toen slaagden hun brandveroorzakende kogels erin de enorme massa stro in de schuur in brand te krijgen en binnen enkele minuten stond de hele schuur in lichte laaien en werd onze positie onhoudbaar. Wij hadden ons verdeeld in 2 groepjes, elk aan beide uiteinden van de schuur. Aan de ene kant Bevelo, Azem, Levec en ikzelf en aan de andere kant Vallier, Munch en Spina. De laatste 3 slaagden er niet in de dubbele deur te openen om naar buiten te komen. De hitte van het vuur was zodanig dat ze van onze groep waren afgesneden en zich niet bij ons konden voegen. Ze zijn alle 3 verkoold. Wij zelf waren gedwongen de schuur te verlaten en zetten buiten de strijd voort. We lagen op de grond op enkele meters van de schuur en vormden een linie van ongeveer 30 meter. Azem op de rechtervleugel, Bevelo en Levec aan de binnenkant en ik aan de linkerkant. We verdedigden ons zonder hoop en verwachten elk moment te sneuvelen. Azem hield al snel op met vuren. Daarna Bevelo. Ik hoorde dat typische geluid van een kogel die tegen een helm aankomt en die de dood ten gevolge heeft. En weldra lag hij met de armen gekruist voor altijd onbewegelijk. Ik bied mijn verontschuldigingen aan als ik bij u opnieuw droefheid oproep, maar ik heb mezelf gedwongen het heroïsch einde van uw zoon zo eenvoudig mogelijk te vertellen. En ik wens van ganser harte dat het vernemen van het feit dat zijn dood snel kwam en pijnloos was u enige troost zal bieden. Ik voel echt mee in uw smart en zou willen dat u uit mijn brief mijn oprechte sympathie proeft ter herinnering aan mijn kameraad die zo eervol stierf voor zijn vaderland. Reden waarom u als ouders terecht trots op zijn heroïsch gedrag kunt zijn. Na 10 uur schiet ik mijn laatste kogels af en bewaar de laatste kogel omdat ik een groepje van 4 Duitsers had opgemerkt aan mijn rechterkant die niet meer schoten, waarschijnlijk door gebrek aan munitie. Ik besloot mijn laatste, hoewel kleine kans te wagen om aan de dood te ontkomen. Ik lichtte mijn kameraad Levec in die mij antwoordde, ik volg je. We gingen hardlopend naar de groep die niet direct reageerde. Te midden van geconcentreerd vuur van overige Duitsers, helaas viel Levec na enkele meters dodelijk getroffen neer, maar ik beschouw het nog steeds als een wonder en ik dank de goden er nog elke dag voor dat ik er zo van af ben gekomen. 1 kogel ging door mijn jasje tijdens mijn wanhopige poging zonder mij te raken.
De groep voorbijlopend, vervolgens mijzelf steeds meer van hen verwijderend, zonder achtervolgd te worden, waarbij ik door mijn snelheid en de mist werd beschermd. Zwemmend over 3 kanalen en daarna opgevangen door sympathiserende Nederlandse boeren en met hun hulp kwam ik bij een andere stik terecht en wachtte bij hun de bevrijding af die enige dagen later plaatsvond door Canadezen met geblindeerde auto's. Daar eindigt deze dramatische episode van de strijd in Nederland, waar 6 van mijn kameraden de dood vonden. Vroege morgen van zondag 8 april, toen werd er op de deur geklopt bij deze boerderij. Chris Ergelens, die lag boven en die hoorde dat en die deed het raampje van zijn slaapkamer open op de eerste verdieping. En die kwam in gesprek met een man, een militair, die Fransman bleek te zijn. En die Fransman zocht onderdak. Ergelens heeft naar binnen gelaten en in de keukentafel kwam een gesprek dat hij ook nog 12 kameraden bij zich had. En dat ze hier waren voor een missie om Nederland te bevrijden en dat ze onderdak nodig hadden. Toen zijn ze in deze schuur terechtgekomen. Daar gingen ze slapen, want ze hadden ook nogal wat achter de rug, natuurlijk ook emotioneel. En ik zal even het rapport van K.I. Tjukoli, dat was de ondercommandant, voorlezen. De schuur is afgeladen vol met hooi en stro. Er zijn geen ramen op de begane grond. Op zolder, bereikbaar met een ladder, zijn er aan 3 zijden raampjes. Maar niet aan de kant van de boerderij. Na de veelbewogen nacht die we hadden doorgemaakt, besluiten we te gaan rusten. Er worden wachten geplaatst aan elke zijde met raampjes. Tegen 6 uur in de morgen zie de uitkijk 4 Duitsers aankomen die melkbussen uit hun wagen halen. Even later komt de boer ons waarschuwen om ons stil te houden. De vijand komt hun dagelijkse rantsoen melk halen. Dat had men ons wel eerder mogen vertellen. We verdubbelen onze waakzaamheid. Tegen 8 uur opent de vijand, die erin is geslaagd ongezien bij onze schuur te komen, een moorddadig mitrailleurvuur zonder dat we verliezen leiden. We zijn klaarblijkelijk in de val gelopen en het zal moeilijk worden het tot de avond uit te houden. 2 roffels schoten volgen nog met een tussenpoos van 10 minuten. Charles Lefec van de stik Poli Machetti schreef hierover. Ze zijn verklikt aan de NS door boeren waar ze in eerste instantie hadden aangeklopt. In ons hol kruipen we naar de raampjes en bewaken in het bijzonder de toegangsladder. Na een nieuwe pauze roepen de Duitsers in slecht Frans door een megafoon: geef u over, dan behoudt u het leven. Wij besluiten om niet te antwoorden. Ook schieten we niet om munitie te sparen. Rouen stelt voor, we geven ons niet over. Ik ga akkoord. De jongens stemmen in. Eenstemmig verwerpen we het idee van overgave. De vijand laat een 30 minuten voorbij gaan en herhaalt dan zijn boodschap, onder toevoeging dat het de laatste waarschuwing is. We vernielen de radio en de geheime codes en halen dan onze munitie en handgranaten tevoorschijn. Tegen 9:30 dringt een dikke rook van 3 verschillende kanten onze schuilplaats binnen. Eigenlijk hadden we het in de brandschieten van onze schuur al verwacht. Voor de schuur stond een kleine hut, links een wagenloods. Daar had de vijand zich samengetrokken. Naar rechts een giersloot en heel dichtbij een varkensstal. We besloten in 2 golven naar buiten te gaan. Mijn groep zou zich eerst ter weerszijde van de schuurdeur verspreiden. De groep van Rouen zou daarop recht vooruit stormen. Voorwaarts!
We hebben met een enkele trap de dubbele deur van de schuur geopend. Houden dan een ogenblik in en slingeren dan opeens onze handgranaten links en rechts en schieten in alle richtingen. Ik kom erdoor tot aan de hoek van de schuur en kon toen met een paar karabijnschoten de schutters uitschakelen die zich in de boerderij verborgen hielden. We hadden ze opgemerkt door enkele pannen van het dak van de schuur kapot te schieten. Me omdraaiend zie ik Rouen uitgestrekt op een hoop brandend stro liggen. Ik slaag erin, geholpen door Bolucet, hem in het varkenshok te slepen. Hij heeft een schot in de borst. Daarna zijn de Duitsers, die hebben de para's gevangen genomen. Die zijn hier de hele dag in de buurt opgehouden. Eigenlijk hadden ze de Duitsers plannen om ze dood te schieten. Dat hebben ze niet gedaan. Op een gegeven moment komt er heel toevallig een oom van Ergelands hier naartoe. Die oom is op de vlucht, die komt ergens uit de Betuwe, als ik me goed herinner. En die oom is bij de SS. Dat heeft hij ook eigenlijk wel gezien. Maar hij is, op dat moment is hij in rang de hoogste militair. En hij geeft die jongens opdracht, die Fransen moet je laten leven. En wat je er verder mee doet, moet je maar zien. Je mag ze gevangen houden, maar ze moeten wel blijven leven. Toen is er een boer hier in de buurt geweest. En die is met een wagen gekomen. En de gewonde Fransen, daar waren er nogal wat. Die zijn op de wagen geladen en die kon lopen, liep er achteraan. Ze zijn naar de school op de Kerkbrink in Norg gebracht. Daar hebben ze de volgende morgen medische behandeling gehad. En daarna zijn ze naar Assen gebracht. En doorgevoerd naar een krijgsgevangenenkamp in Duitsland. Heel veel later is Ergelands hier op een zaterdag, dat is dus lang na de bevrijding, 2 jaar of zo, is hij hier het erf wat netjes houden, zoals hier ook gebeurd is, dan gras gemaaid en onkruid op een hoop en dat soort dingen. En er komt opeens een auto het erf oprijden en er zat een Duits kenteken op. En er komen een man en een vrouw uit. Man sprak Frans, vrouw sprak Duits. En het bleek dus te gaan om de commandant. Rouen is het. En Rouen is in het ziekenhuis terechtgekomen achter de kazerne in Assen. Er was een Duits militair ziekenhuis. En er was een Duitse verpleegster. En die lagen elkaar erg goed. En zelfs zo goed dat ze na de oorlog zijn getrouwd. En een soort van huwelijksreis zijn ze hier ook even langs gegaan. Hier raakte hij gewond en toen hebben ze gewacht tot de Duitsers weggingen en hebben ze hem op de rug genomen en via deze route de heide overgestoken langs de achterrand van die wal. En hier stonden korenmijten en daar zijn ze naartoe gegaan. Alleen bij die korenmijten, toen was het maandagmorgen 9 april, zo rond 5:00. Toen heeft hij zoveel bloed verloren, was hij zo verzwakt, toen is hij overleden. En toen hebben ze hem hier achtergelaten. Die beide andere mannen, die broer en die andere paren, die zijn doorgegaan naar de boerderij, de grote schuur. En die zijn daar in het hooi gaan rusten. Die waren ook ontzettend vermoeid. En dat had de boer, Klompen woonde daar. Die liep op een gegeven moment achteruit deze weg en gaat bij die korenmeiden kijken en die ziet daar een dode Franse militair liggen. Hij gaat weer terug en hij belt de gemeente Vries, want Zijenveld behoort bij de gemeente Vries. Belt hij op en zegt, nou, er ligt een dode militair bij mijn korenmeid en die moeten jullie ophalen. Ze komen vanuit Vries, komen ze hier kijken en ze zeggen, hij ligt 20 meter over de gemeentegrens. Het is gemeente Norg, je moet niet bij ons zijn. Maar ze hebben wel voor Klompen, hebben ze even de gemeente Norg gebeld. En burgemeester Pelink heeft geregeld dat Jan van der Spoel, waar ook Lammert Slofstra
sliep, die heeft de militair hier weggehaald en die heeft hem naar de begraafplaats in Norge gebracht. Maar en op een gegeven moment, maandagmorgen 9 april, zijn ze op dit punt. Ik heb het wel gedaan, want het is 20 meter van de gemeentegrens destijds tussen Norg en Vries. En hij lag in de gemeente Norg. Hij zijn met die uitgemaakt naar WCA. Maar waar is dat dan? Zonder verdoving. Zonder verdoving geopereerd. En je moet de voorkant even doen. Ik dacht dat hier een vliegveld moest komen en dat is ook aangelegd ook met hulp van veel dwangarbeiders. Het vliegveld werd een mislukking omdat de grond te drassig was. De eerste vliegtuigen die geland zijn, die zakten weg. En nou, als hier ooit 10 vliegtuigen geland of opgestegen zijn, dan houdt het op. Het betekende wel dat hier heel veel was aangelegd. Er waren veel voorzieningen nodig voor zo'n vliegveld. Brandblusinstallatie, waterleiding, opslag van benzine. Heel veel personeel was er voor nodig en daar zijn allerlei bouwwerken voor gemaakt. En die bouwwerken, sommige zijn gebleven, andere zijn op het eind van de oorlog nog opgeblazen. In het bos achter mij, daar had je inhammen in het bos. En daar konden vliegtuigen opgesteld worden. Dan waren ze minder zichtbaar vanuit de lucht. En dat was een soort camouflage. Er waren gewoon vierkante of rechthoekige stukken bos waren gekapt. En daar zijn dan die vliegtuigen neergezet. Er was ook een veentje. Als ik die kant op wijs in de richting van de camera, dan een paar honderd meter was daar een veentje. Met behulp van dwangarbeiders is dat gekanaliseerd. Een wateropslagplaats voor de waterleiding geworden voor het vliegveld. En die vorm van die kanalen die hadden de vorm van een beetje een hakenkruis. En daarom werd het door de plaatselijke bevolking altijd de Hitlerring genoemd. Er waren veel militairen, Duitse militairen in Peest. Sommigen waren bij mensen ingekwartierd, anderen die woonden zelfstandig. Daar werd eten moest ervoor gemaakt worden. De keuken had altijd veel personeel nodig, daar werkten ook wel Nederlanders. En ik had familie in Peest. Mijn opa en opoe woonden daar. Die hadden een boerderij van de kerk, waar ook nog woongelegenheid was voor minder bedeelde leden van de kerk die daar dan tijdelijk konden wonen en mee moesten helpen op de boerderij. En tante Dorina en oom Johannes woonden er ook. Ik heb kort geleden gehoord dat er eens in de zoveel tijd prostituees naar Peest kwamen. En daar konden de militairen die hier ingekwartierd waren, die konden daar gebruik van maken. En dat gebeurde wel in de boerderij van oom Johannes en tante Dorina. Daar werd dan de koestal die zomers niet gebruikt werd, die werd daar dan voor gebruikt. En oom Johannes en tante Dorina die hadden wel de boodschap gekregen dat ze daar absoluut niet mochten kijken. Want dat wilden ze natuurlijk niet en dat zou dan ook zwaar gestraft worden. Maar tante Dorina was toch wat ondeugend en er was ergens op de Pompstraat een klein kijkgaatje naar de koestal.
En daar heeft tante Dorina, hoorde ik van mijn neef, een paar jaar geleden, wel eens doorgekeken. En die zeiden van, nou ja, ze houden de laarzen en de broek laten ze gewoon op de enkels zakken. Van, dat vonden ze wat teleurstellend. Bonhagen was een klein gehuchtje waar drie huizen stonden. Het is een beetje die kant op. En had daar een klein boerderijtje en was melkrijder. Op zondagmorgen 8 april wilde hij naar mijn ouders aan de Norgevaart om een zakje tarwe te halen. Hij ging hier langs. Er zijn allerlei achterlangsweggetjes, zandpaden, om naar de Norgevaart te gaan. En hij werd hier of een stukje die kant op, werd hij staande gehouden door Pieter Drent. Pieter Drent kende hij vanuit Donderen, daar had hij eerder gewoond. En die hield hem aan. Hij moest zijn zakken leeghalen en hij mocht niet verder. Er kwam ook nog een Limburgse evacuee op de fiets aan. Die was van plan eende eieren te gaan zoeken. Maar die werd ook aangehouden en toen ze daar stonden, toen kwam er, zag oom Geert uit de ooghoeken, ook nog een Duitse militair die er aan kwam lopen. En ja, ze kregen te horen van ze mochten niet verder en ze moesten maken dat ze wegkwamen. Of daar kregen ze eigenlijk pas te horen toen ze een eindje verder op Schoten hoorden. Er was een groep Duitsers, een stukje die kant op, die was aan het schieten, die schoten schuin naar beneden. Later bleek dat daar dus gevangen verzetstrijders op de grond lagen en die werden liggend daar doodgeschoten. Daar wouden de Duitsers geen pottenkijkers bij. En eigenlijk hadden die mannen die hier op de wacht stonden de opdracht om pottenkijkers ook dood te schieten. Dat is niet gebeurd en oom Geert heeft zijn hele verdere leven gedacht van dat hij en de rest van zijn leven te danken had aan het feit dat hij Pieter Drent kende. Pieter Drent heeft trouwens na de oorlog verklaard dat hij zelf deel uitmaakte van het vuurpeloton. En dat hij dus oom Geert niet gesproken had hier. Maar er werden heel veel feiten verdraaid. Er was allerlei correspondentie onder gevangenen met de bedoeling om ja, mensen die nog weer hoger geplaatst waren, om die minder straf te laten krijgen. Hier staan ook de namen op van een aantal verzetsmensen. Om precies te zijn 10. Hendrik Bennink, Rijnt en Mijnt Zwerver en die Wardenaar, die zaten in een verzetsgroepje waar hij zo nu en dan ook aan meedeed. En ze waren in Oosterhogebrug. In de omgeving van Kiel Windeweer. Bennink was daarbij een slager en die andere mensen die waren ergens anders daar ondergebracht. Zo hadden ze contact. Een 11e naam staat hier niet op, maar dat is van iemand die waarvan gedacht werd dat hij niet alleen verzetswerk deed, maar dat hij daar ook financieel eigen belang bij had. En na heel veel wikken en wegen is toch besloten om de naam niet op het verzetsmonument te zetten. En ik denk, als wat ik daarnet vertelde over Wardenaar, Zwerver en Bennink, dat als dat allemaal al zo bekend was, als dat het nu bekend is, dat daar misschien ook namen niet van op het verzetsmonument waren terechtgekomen. Ik vertelde al dat mensen waren die Duits gezind waren. En een Duits gezinde familie op de Norgevaart was ook de familie Blauw. Tiete Blauw die heb ik nooit gekend. Mijn vader had het altijd over Ties Blauw, maar dat maakt verder niet uit. Die
was thuis, die was met andere mensen op jacht geweest naar para's die geland zouden zijn. Het gaat om de nacht van 7 op 8 april. En er was een huisje waar licht brandde en waar ook stemmen klonken. Toen kwam Picard van een stik die geland was in de buurt van de Norgevaart. Kwam daar in de buurt en die dacht van ik moet eens even gaan kijken. En hij naar het huisje toe en hij probeerde de luiken wat verder open, dat hij goed naar binnen kon kijken. En dat heeft waarschijnlijk geluid gemaakt, want binnen verstomden de stemmen. En het duurde even en toen kwam er een geuniformeerd persoon met een wapen in de aanslag kwam naar buiten. En daar stond Picard, die had ook al een wapen bij zich. En het was eigenlijk een kwestie van wie het eerst. En Picard schoot het eerst. Die schoot vuurde twee kogels af die Pieter Blauw die net voor de voordeur stond. En die kwam daarbij te overlijden. Ik heb wel zijn broer gekend, Geert Blauw. Geert Blauw was later de timmerman die in armoedige omstandigheden ook aan de Norgevaart leefde. En die door onze huurbaas werd ingehuurd voor verbouwingen. En Geert Blauw was een super aardige man. Ik was als kind was ik er gek mee. Ik vond het ook heel interessant om te kijken wat hij deed als timmerman. Maar het was gewoon een aardige man. Ik denk dat hij deze de pech heeft gehad dat hij in zo'n groep van Duitsgezinden is terechtgekomen. En dan ook als eerste eigenlijk de deur uitgestuurd werd, wat hem zijn leven heeft gekost. Op het eind van de oorlog was Dirk Habing 10 jaar. Zijn ouders waren gescheiden en hij woonde bij zijn moeder en haar andere familie op deze boerderij in Zuidvelde, bij Norg. Daar vlakbij woonde ook zijn vader, die lid was van de NSB. Op zondagmorgen 8 april 1945 kwamen er twee para's van de stik Picard over de landweg achter het huis waar Dirk woonde. Toen de para's even later in het veld tegenover zijn huis liepen, kwam zijn vader langs fietsen. Hij zag de para's ook, waarop hij een passerende jeep met Duitsers aanhield en hen op de parachutisten wees. De Duitsers haalden versterking en even later achtervolgden ze voor de ogen van Dirk de parachutisten. Een van de para's gaf zich over, maar Marcel Faber vocht door. Hij sneuvelde. Dit alles maakte diepe indruk op Dirk. Met zijn vader heeft hij het eigenlijk nooit meer kunnen vinden. Stik die is in het bos geland en de laatste man, Melinaan, de ondercommandant, die kwam ongeveer 200 meter vanaf deze weg, precies tussen het bos en de Margaretha-hoeve, kwam die neer. Dat was de laatste van die stik. Deze boerderij was waar mijn opa voor was. En als we hier ergens kunnen stoppen, dan zou dat ook heel mooi zijn. Vervolgens Assen gebeld en gezegd van nou, hier zijn para's geland. Daar zijn allerlei toestanden uit voorgekomen, gevechten geweest. Er is zelfs bij Afrijns op de deur geschoten. Er schijnt een kogelgat aangetroffen te zijn in de voordeur. En die militairen die ingekwartierd waren, die zijn daardoor wakker geworden. Die hebben nog wel voor de vuist weg schoten gelost in de richting van het bos, maar niks geraakt natuurlijk. 'S Morgens zijn er posten gezet op de hoeken van het bos om te kijken of para's eruit kwamen. Er zijn er gevechten geweest waarbij één Duitser is omgekomen en ook nog een Fransman enigszins gewond is geraakt. Afgezien van die André Boeder die aan de benen gewond is geraakt en die Boulon die in de boerderij daar aan de Assenwijk terecht kwam, weet ik daar verder niks van. Maar er is ook één iemand in het verlengde van deze laan die helemaal achterdoor loopt naar de heide. Dat was de Schapenlaan.
Daar was de schaapskooi vroeger, die we daar zien. En de schapen gingen dan hier door die laan achter naar het bos. Maar daar is ook een Franse militair gesneuveld en die, wie er is, dat is nog steeds niet bekend. De Fransen ontkennen dat ze iemand missen. Maar ik heb van mijn ouders gehoord dat onze buurman Feijen, dat ik ook wel gehoord heb dat mijn vader er met hem over sprak, dat die hem daar van de heide moest halen en die heeft hem hier naar de boerderij van Offerijns gebracht. En Albert Douwsma, die een eindje verderop woonde, een boerderij voor de schaapskooi. En Lammert Pastoor, die hebben hem later naar Assen gebracht, naar het Rooms-Katholiek Zusterhuis bij de Kolk, schuin tegenover het Wapen van Drenthe. We stoppen nog even langs de Norgevaart om te magneetvissen. Op deze plek zag Jacob Hut, de bewoner van deze boerderij, op de late avond van 7 april 1945 een parachute over de weg liggen. Samen met zijn twee zonen en een buurman lukte het Jacob om de container die eraan vast bleek te zitten op de wal te krijgen. Op de pompstraat in Jacobs boerderij werd de inhoud bekeken. Chocolade, biscuits, sigaretten en wapens. Omdat het streng verboden was wapens in bezit te hebben, werden die snel weer de Norgevaart ingekieperd. Het overige kwam goed van pas. Vele buren deelden in de opbrengst mee. Lang na de oorlog heeft de Norge politie met behulp van Harken een flink aantal wapens naar boven gehaald en in beslag genomen. Misschien liggen er nog steeds wapens op de bodem van de Norgevaart. Maar tijdens onze poging met de magneet hebben we in elk geval niets gevonden. In deel 2 van operatie Amherst gaan we dieper in op een aantal zaken. Zo belichten we onder meer de Stick de Sablé Picard die ten westen van de Norgevaart terechtkwam. In dit deel is al aangegeven dat Charles Picard landwachter Tite Blauwdood schoot. Nog niet hoe het met deze stick, waartoe ook Marcel Faber en zijn maat behoorden, verder verging.